is voor deze Hickstedt te hopen dat het beter af gaat lopen met hem dan met zijn naamgenoot. Hoewel, Olympisch kampioen worden, dat zou Jeroen Appelen natuurlijk wel willen. Gestorven in het harnas. Deze Hickstedt is een nakomeling van Centadel. En dan zien we het bloed van Conair en Concetto. Francesco Tutoriello rijdt voorheen met deze Hickstedt. Inmiddels op 1,50 niveau alweer. Geclasseerd onder het zadel van Jeroen Appelen. De paard een overschot aan vermogen lijkt te hebben. Uit dezelfde moeder komt de combinatie met Chaco Blue Stardust. Die Stardust die zien we in de rubrieken over een hoogte van 1,40 meter aan het werk. Dat doet hij met de Zweedse Emma Emanuelsson. Appel ondertussen in zijn tweede fase rustig onderweg. Nog altijd niet in de buurt van het hout geweest.